klein filmpje om te laten zien waar je op moet letten als je thuis aan het werk bent. Allereerst moet je zorgen dat je met je voeten op de grond kunt. Het liefst knieën 90 graden en je voeten plat op de grond. Lukt het nou niet omdat je wat te hoog zit bijvoorbeeld, omdat je gewoon een beetje korte beentjes hebt of een hoge stoel, dan kun je dat oplossen door bijvoorbeeld gewoon een boek op de grond te leggen en daar lekker je voetje bovenop te zetten. Mocht je nou echt een heel groot stuk nodig hebben, dan is het of gewoon stapelen, of misschien heb je een heel handig iemand die met houtjes een mooie verhogingje kan maken voor je. Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, op het moment dat je je knieën goed netjes recht kunt houden, dan geeft het ontspanning in de rest van je lichaam, met name in je lage rug. Met je billen moet je goed achterin kunnen zitten, achterin je stoel, want op die manier kun je je lage rug, je lenden goed ondersteunen. Wat voor soort stoel je hebt thuis maakt eigenlijk niet eens zo heel erg veel uit, als je maar kunt zorgen dat je lage rug ondersteund wordt, zodat je daar kunt ontspannen. Let op, als je gaat zitten duw je je billen achterin en je komt met een rechte rug overeind. Dan ontspan je pas. Wanneer je dan voelt dat dit stukje van je rug ondersteund wordt, dan is het oké. Dan komt hetgene wat wel een van de belangrijkste dingen is, de hoogte van de tafel. Want wat mooi is, is als je armen ondersteund kunnen worden. Wanneer je natuurlijk zo ver naar achter zit, lukt het niet. Dus je schuift aan voor zover dat gaat. Voeten plat op de grond. En wat er dan moet kunnen, kijk, er zijn natuurlijk ook altijd kinderen bij als je thuis aan het werk bent, is dat je goed je onderarmen ondersteund hebt. En daarbij nog je schouders kunt ontspannen. Dus in dit geval zit ik netjes. Stel je voor dat mijn tafel eigenlijk te hoog is, dan kom ik zo te zitten en kan ik nooit mijn schouders ontspannen. Wat je dan moet doen, is zorgen dat je je stoel wat hoger zet. En dan zul je dus wel weer dat verhogingje nodig hebben voor je voeten. Maar dit gedeelte, daar zit je basis. Dus daar moet je dan vanuit gaan. Oké, als ik vervolgens mijn laptop hier openklap, dan zit ik nog steeds best aan met mijn armen ontspannen en kan ik hier gewoon wel lekker werken. Alleen dan komen we op het punt van de hoogte van je beeldscherm. Op het moment dat hier mijn beeldscherm zit, zit ik eigenlijk de hele tijd zo te kijken. Dat is niet oké. Ook de afstand van mezelf tot aan het beeldscherm is eigenlijk te kort. Wat daar de vuistregels van zijn, is dat je eigenlijk, als je je armen uitstrekt, moet het beeldscherm aan de voorkant van je vingertoppen zitten. De bovenrand van je beeldscherm, die moet op ooghoogte zijn. Dus je zit altijd een heel klein beetje zo, maar dat is juist voor de lengte in je nek en voor de ontspanning in dat gebied ook de bedoeling. Maar ook daarvoor geldt, je kunt er allerlei ingewikkelde dingen voor kopen. Maar ook hier, een stapeltje boeken voorziet vaak wel in de behoefte. En dan kun je hem dus exact zo neerzetten als dat je wil, vingertopafstand. In dit geval zitten mijn ogen aan de bovenkant ook van het scherm. Je begrijpt nu alleen dat ik zo natuurlijk niet kan typen. Wat je dus het beste kunt doen, is zorgen dat je een los toetsenbord hebt welke je kunt connecten aan je laptop. Zo kun je met je armen ontspannen zitten, heb je de juiste afstand ten opzichte van je beeldscherm en zit die ook op de goede hoogte. Op die manier zorg je ervoor dat je, nou ja, op bijna iedere werkplek netjes kunt zitten. Wat er verder gebeurt wanneer je aan het werk bent, is dat je vaak steeds verder in je computer kruipt. Probeer dat te voorkomen door iedere keer wanneer je gaat zitten, netjes te gaan zitten. En tuurlijk zal het zo zijn dat je misschien na een half uur echt wel weer in dat beeldscherm bent gekropen. Probeer jezelf alert te maken. Leg bewijs van een papiertje op je bureau neer, afstand. Of bewijs van een kruis waardoor jij weet, oh ja, netjes zitten, goed mijn schouders ontspannen. Goed zorgen dat mijn lage rug wordt ondersteund en mijn voeten het liefst zo plat mogelijk op de vloer houden. Netjes zitten, super belangrijk. Zo voorkom je dat je klachten krijgt en dat je gewoon lekker aan het werk kunt zijn. Hoe lang mag je eigenlijk zitten? Goeie vraag. Maximaal 3 kwartier. Zet je telefoon, een timer, zorg dat je na 3 kwartier echt even van je stoel gaat. Dat je even naar achter schuift, al maak je maar een rondje om je stoel, al zou je maar een beetje wiebelen op je stoel. Helemaal prima, zorg ervoor dat je lichaam weer even de boel in beweging heeft, letterlijk. Dus het liefst ga even een glaasje water halen of bedenk iets. Zorg dat je even je hele lichaam in beweging hebt en ga daarna weer netjes zitten. Dus wederom, voeten netjes op de vloer, goed aanschuiven, billen achterin, rechtop zitten, ontspannen schouders en aan je werk.